voor de gezelligheid wel. Als ik hier dan zo doorheen loop, is het wel heel erg stil. Maar aan de andere kant denk ik, ja, het is wat het is. We moeten toch van corona af. En ik woon in Amsterdam en daar zijn de besmettingen echt heel erg hoog. Dus aan de ene kant, ik ben eraan toe, maar ik wacht ook even af. Ja hoor. U bent er helemaal aan toe? Ja, zeker. Gisteren en vandaag. U was het helemaal zat? Ik ben het meer aan zat, ja. Ja. Maar ik begrijp het wel, de situatie trouwens hoor. Dus ja, we moeten ook een beetje zorgen aan onze eigen gezondheid natuurlijk. Ja, er zitten altijd twee kanten aan de medaille, hè? Daar zitten inderdaad twee kanten aan, ja. Een economisch dus belang of het belang van de gezondheid. Het is waar je voor kiest natuurlijk, hè? Ja, zeker wel. Ja. En wat doet u dat denken? Wat doet mij dat denken? Ja. Ja, dat alles weer een beetje vrij wordt. Een beetje terug naar het wat wij normaal vinden. Ja. Ik heb er wel veel zin in, ja. En waarom heb je er zo zin in? Nou, bijvoorbeeld afgelopen vakantie was alles dicht, was niks aan. Ik kon alleen maar thuis een beetje wat doen. Liever was uit geweest of zo met mensen. Ja, zeker. Dit is echt gewoon niet leuk. Je kunt niet eens een winkel binnen. Het is een beetje saai, hè? Ja, het is heel saai. We hebben niks te doen. Het geldt niet voor alle winkels? Nee, zeker niet. Ja, eigenlijk wel. En mag ik u vragen waarom? Ja, ook voor de winkels zelf. Niet alleen voor mij. Maar het is toch wel heel triest dat ze helemaal niks kunnen op het moment. Ja, het zou fijn zijn als alles weer open gaat. Want waarom zou dat fijn zijn? Ja, gewoon nu ben je zo opgepropt, zeg maar. Je kan niks. Ja, ik heb makkelijk kletsen natuurlijk. Ik heb weer mijn pensioen. En nu door de bot niet meer zijn doen, hè. Dus het maakt mij niet meer veel uit natuurlijk. Maar voor de winkeliers en voor de ondernemers vind ik het wel heel erg jammer allemaal. Ja, wat verwacht u? Ik zag geklaagd op de tv, hoor. Wat ze allemaal aan het doen zijn, en ik begrijp het best, ja. Ja, hetzelfde. Het mag gewoon weer open. Ik weet niet of het toegevoegde waarde heeft om ze gesloten te houden. Ja, echt. Want weet je, op een gegeven moment houdt het ook een keer op. Je leven is al beperkt. Het enige wat je doet is eigenlijk dan gelukkig dat de markt nou open is. Dat je er naartoe kan gaan. En voor de rest, ja, het is allemaal zo beperkt. Supermarkt. En nog gelukkig dat ik nog werkt, bij wijze van spreken. Dan heb ik dan in ieder geval, dan ben ik eruit. Ja. Het aantal besmettingen neemt wel toe. Dat vind ik helemaal geen probleem. Ik ben van mening, hoe meer besmettingen van deze variant, wat zo weinig schadelijk is, hoe beter. Dan zijn we er sneller vanaf. Aan de ene kant heb je de economische belangen, aan de andere kant de belangen van de volksgezondheid. Yes. Ja. Maar voor de volksgezondheid denk ik dat hoe meer mensen besmet raken, hoe sneller wij hier uitkomen. Ja, maar ja, goed. De economie moet ook doordraaien natuurlijk, hè. En volgens mij is het virus wat er momenteel rondwaart, is toch nog niet zo heel erg gevaarlijk. In zoverre dat het wel heel besmettelijk is natuurlijk, maar niet zo heel ziekmakend. Dat zou in het voordeel zijn van de winkeliers? Ja, dat zou ik wel denken, ja. Nou, ik geloof er niet meer zo heel veel in. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Voor mij mag gewoon alles open. U bent niet de enige natuurlijk. Nee, dat geloof ik zeker niet. Ik denk dat iedereen het wel zat is. En wat vindt u dan van het aantal besmettingen dat heel erg toeneemt? Nou ja, ik zie het gewoon als een griep. Ik bedoel, iedereen wordt wel ziek. Ik bedoel, nu die of wat is het? Ja, die ja. Nou ja, het is gewoon een griep. Ik bedoel, iedereen een beetje keelpijn en tuurlijk, ik snap wel dat mensen echt ziek worden en dat er ook wat dooien zijn natuurlijk. Maar dat heb je ook met griep en ja, dus dan zijn er ook klaar mee. Dus dan zouden de winkels in uw beleving allemaal open kunnen? Ja, voor mij wel. Ja, zeker. Ja. Vindt u het geklaag van de middenstand terecht? Ja. Ja, het moet uit als het water aan je lippen staat. Wat moet je nou? Als jij geen geld meer hebt en geen eten meer kunt kopen, ja, dat is toch wat moet natuurlijk. Ik ken winkeliers die hun pensioen al hebben opgegeten. Ik heb al gehoord dat op een gegeven moment mensen hun huis al hebben opgegeten. Dat is veel erger. Ik word minder snel ziek dan bijvoorbeeld mijn familie, mijn oma en zo. En als de winkels open gaan, verwacht je dan dat er bepaalde regels komen? Bijvoorbeeld het aantal mensen dat binnen mag op een bepaald moment? Ja, dat denk ik wel. Want corona, ik hoop dat het gewoon een griepje wordt. Maar ik denk dat we nog wel even ermee zitten. Het is altijd of het een of het ander, hè? De economie of de volksgezondheid? Ja, dan kies ik voor de volksgezondheid. Ja. Er zijn wel heel veel winkeliers die het water hoog aan de lippen staat. ja, dat vind ik ook wel heel... En ik hoop gewoon dat, dat de regering zich goed gaat steunen en blijft steunen. Dat is het enige wat mogelijk is, denk ik. Ja. Er zijn wel veel winkeliers die het ontzettend moeilijk hebben op dit moment. Ja, ja, dat is ook zo. Dat zie je om je heen. De winkels die open zijn, dat zijn winkels waarvan ik denk van, ja, moet dat nou open zijn? Ja, niet essentieel. Maar voor sommige mensen is dat wel dus essentieel. Ik ben echt nog wel zo'n ouderwetse klant die gewoon aan de winkel en dan gewoon kopen en zien en voelen. Als je mij dat waarschijnlijk vorig jaar had verteld, van nou dat en dat sta je tijd te wachten, of 2 jaar geleden, dan denk ik, ja, je bent hartstikke gek. Maar moet je eens kijken. Maar aan de andere kant zie je ook hoe soepel wij zijn geworden eigenlijk. In principe, ondanks dat u er niet mee eens bent, maar je gaat er toch op de een of andere manier wel mee akkoord. De mens past zich snel aan. Ja. Maar heeft u nog een hoopvolle boodschap? Ja, gewoon positief blijven. Als je dat niet doet, joh, dan ga je er zelf onderdoor.